Ik heb de zon in de zee zien zakken. Ik heb de zon in de zee... Zeg je nou, hoor? Ik heb de zon in de zee zien zakken. Ik versta echt niet wat jij zegt. Ja, jij dan. Jij hebt het volle mond. Ik versta jou helemaal niet. Lekker. Pak je nou zomaar dan gewoon een mandarijn? Nee, ik betaal wel. Hier. Hier, weer! Want je... Weer hoor ik gewoon niet wat jij zegt. Dankjewel. Huh? Ik hoor gewoon niet wat jij zegt. Ah, schiet op, man. Nee, ik weet niet, jij hebt echt een beetje zin om het te zien. Huh? Om het te zien. Weet je wat wij moeten doen? We moeten naar logopedist. Die kan je ook vertellen over hoe je goed moet praten. Maar dit is niet normaal, Elbert. Ah, jij is met je mond leeg. Oké, is je mond leeg? Jazeker. Ben benieuwd. Hoi! Hoi, mag ik binnenkomen? Ja, kom verder. Top! Dit is Anneke. Zij is logopedist. Dat is iemand die kinderen en volwassenen helpt met problemen met taal, spraak, stemgebruik en meer. Ja. En om te kijken wie het duidelijkst kan spreken, heeft ze een aantal testjes. Het ziet er heel heftig uit. Ja, dat is het ook een beetje. Wat we ten eerste gaan doen is kijken of jouw lippen sterk genoeg zijn om goed te articuleren. Oké. Okay. Ja, moet je niet schrikken. Maar ik ga jouw liptrekkracht meten. Je moet je tanden zo doen. Deze knoop moet voor je tanden, maar achter je lippen. Ja, want anders trek ik je tanden eruit. Jij moet me goed vasthouden met je lippen. Mm-hmm. En ik tel tot drie en dan trek ik. Mm-hmm. 1, 2, 3. Ja, het is twijfelachtig. Ai, 3 van de 10. Een beetje aan de lage kant. Maar hij heeft het dus hartstikke beroerd gedaan. Nou zeg. Dat is de conclusie. Jawel. Nou, ik wil best ja zeggen hoor. Maar nee, hij heeft het niet echt heel erg slecht gedaan. Maar het kon beter. Het kon beter. Gaan we nou kijken hoe zij het doet? Ja, zie je, dan begint het al. Nu probeer het nu. Oké. Okay. 1, 2, 3. Wauw, 5,5. 5,5. Yes! Dat betekent dat het 1-0 staat voor Rachel. Snel door naar test nummer 2. Soms is het zo dat kinderen die hier veel komen, met hun tong te ver in hun mond praten. Dan praat het een beetje zo, hè? Dat kan. Ja. Maar het lastige is, dan ben je niet goed te verstaan, maar ook slik je 2 keer per minuut. En iedere keer dat je slikt en je slikt met je tong tegen je tanden, komen je tanden naar voren. Dus om te kijken hoe je slikt, heb ik een proefje. Tong uitsteken. Uh-huh. Verder uitsteken, alstublieft. Ja. Tong naar binnen. Slikken. Tong uit. Kijk, zie je streepjes? Oh ja. Hij heeft zijn tong niet goed gehouden. Nee. Zijn tong is naar voren gekomen. Ja. Dus wat heeft hij nou verkeerd gedaan? Hij heeft met zijn tong, toen hij slikte, tegen zijn tanden geduwd. Ja, wat hij heeft gedaan, hij heeft zijn tong verplaatst. Ik zal het je even laten zien. Kijk, zie je hier dat randje? Ja. Daar hoort je tong te liggen. Zo. Als je slikt. En wat Elbert heeft gedaan, is slikken. En toen kwam zijn tong naar voren. En daardoor zie je, op zijn tong zag je zo streepjes lopen, toch? Ja. Ja. Nou, dus maar je ziet ook wel even aan jouw tanden, dat die staan ook echt naar voren. Ja. Heb je geslist vroeger? Ja. Heb je lang geduimd vroeger? Ja. Ja, ik kan het zien. Oké. Tong naar binnen, slikken en meteen weer naar buiten steken. Ja, toch ook een beetje mis. Minder dan bij Elbert. Ja, minder dan bij Elbert. Oké, jij wint, maar er is nog een test volgens mij, toch? Die ga ik gewoon winnen. Rachel en Elbert zijn vandaag bij logopedist Anneke. Zij zoekt uit wie van de twee het beste verstaan is. En Elbert staat er met 2-0 achter. Test 3. Moet ik eerst wel even wat uitleggen over je stem? Moet je kijken. Mm-hmm. Dit zijn je stembanden. Zie je die witte dingen bewegen? Wauw. Soms heb je dat je stembanden niet goed sluiten. Dus dan komen ze wel bijna tegen elkaar aan, maar een beetje zo. Dus dan hoor je een beetje zo'n stem. Of als je dat heel veel doet, en met name als je dit te veel doet, dan krijg je wat je noemt stembandknobbels. Dan krijg je hier zo op de stembanden krijg je eigenlijk een beetje eeltplekken. En dan sluiten ze ook niet goed meer. En dan krijg je een beetje een kraakstem. Nou, soms heb je zoveel last, dan ga je of direct naar de logopedist, of je gaat naar de KNO-arts en die zegt dan, jij hebt logopedie nodig. Of, jij hebt logopedie nodig. Nou, wat ik dan ga doen, is een testje. En dan laat ik je een stukje voorlezen. En dan ga ik je oren even afdekken. Daarna vertel ik waarom. Ja? Oké.
Ga je gang. Ik ben het letterschildertje. Ik schilder steeds voor jou. Een hele mooie letter. Bekijk hem maar eens gauw. Kijk daarna naar de tekening. Misschien dat jij iets vindt. Een woord dat met die letter van het ABC begint. Oké, nu ik. Ik ben het letterschildertje. Ik schilder steeds voor jou. Een hele mooie letter. Bekijk hem maar eens gauw. Kijk daarna naar de tekening. Misschien dat jij iets vindt. Kijk maar op mijn bus met verf. Hoeveel je er kunt zien. Ik hoorde echt geen verschil tussen... Nee, bij jou ook niet. Tussen geluid bij je oren of niet. Bij jou hoorde ik ook geen verschil. Nee. Ik hoorde een beetje verschil, maar minimaal. Dus je doet het best wel goed. Okay. Het idee hierachter is dat wanneer je stemproblemen hebt... en je praat een beetje zo, dan ga je harder praten. Want je hoort jezelf niet. Je hoort je stem namelijk op twee manieren. Je hoort jezelf, je eigen stem, door de lucht, ja, door je oren... en door botgeleiding noem je dat. Hè? Je schedel is eigenlijk een soort van klankkast. Ja. Dus je hoort jezelf op twee manieren. Als ik die ene uitschakel, ga je harder praten. Mm. Als die stem alleen harder wordt en ook slechter wordt... dan denk je, misschien moeten we diegene wel naar de KNO-arts sturen... want dan zit er wat op die stembanden. Ja, ja, ja. Dus het is een goed trucje. Ik bedoel, ik wil niet flauw doen, maar het is natuurlijk een competitie. Dus ik neem aan dat ik deze ook weer gewonnen heb. Nou ja, kijk, jij ging niet harder praten, maar jouw stem was wel helder. En ja, jij ging wel harder praten, wat ook eigenlijk de test is. Maar jouw stem ging ietsje meer kraken. Ja. Ja. Dus is het een keer eindelijk een soort van gelijk spel dan, op zijn minst? Volgens mij heb ik gewonnen. Zij heeft je gewonnen? Haar stem is helder. Maar Elbert hoeft zich geen zorgen te maken. Met een knoop en een flesje kan hij zijn lipspierspanning in een paar maanden verbeteren. Succes, Elbert. En naar boven. Kom op, Elb. 3 setjes voor 15.